International Security Officers Day is vandaag voor het eerst in Suriname herdacht tijdens de ingebruikname van het nieuwe gebouw van de Safety and Security Academy Suriname, SSAS, aan de Dr. Sofie Redmondstraat. Bij deze gelegenheid is ook een memorandum of understanding getekend tussen de Stichting Particulieren Beveiligingsbedrijven Suriname en de SSAS. Volgens de voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsbedrijven Suriname, Bikram Ganga, is de veiligheidsbranche zeer dynamisch. Maar tegelijkertijd weten we, het is daarnet ook aangehaald, het is een dynamische branche, dat dingen wijzigen, veranderen. Dus er is nu ook al namens de vereniging in voorbereiding een ander seminar waarbij we de standaarden weer willen bekijken en herzien. Maar als vereniging hebben we ook een aantal mijlpalen bereikt, waaronder de nodige handelingen met betrekking tot het seminar opgenomen worden in verschillende organisaties vanuit de overheid. Bikram stelt dat de samenwerking met het justitieel apparaat het ingezette traject zal finaliseren. Hij hoopt dat de wetsontwerpen over het veiligheidsvraagstuk ook in orde gemaakt worden. We hebben de nodige gesprekken gevoerd. Een document is geproduceerd door VPBS. En als ik het goed heb, is het 26 juli, overmorgen, een gesprek met het bestuur, andere actoren en Juspol om te komen tot hoe verder. En daarna zal natuurlijk de totale branche erbij betrokken worden. Voorzitter vindt het een genoegen dat International Security Officers Day ook in Suriname wordt herdacht. De herdenking begon in Australië in 2020 als een nationale viering voor het harde werk van security officers.